Ja, ik vond het vandaag wel een hele fijne dag. Lekker zo buiten met de koeien en zo. Dat, ja. Zijn de koeien altijd buiten? Ik zal niet weten, ik heb ze buiten gezien, maar dan. Nee, nou, benieuwd. Wat vond jij ervan vandaag? Ja, god, wat moet ik er van zijn? Je hebt goede werk. Ja, meer zou ik, weet ik ook niet. Maar hoe is het voor jou om zo twee vrouwen aan tafel te hebben? Gebeurt niet vaak, hè? Heerlijke bloemkool. Lekker. Bloemkool smaakt goed. Ja. Heerlijke bloemkool. Heb jij bloemkool of alleen koeien? Wat zeg je? Heb je ook bloemkool of alleen koeien? Ik heb ook koeien. Alleen koeien? Ik heb ook koeien. Ook koeien? Jawel. Ja, okay. Ja. En wat eet je? Eet je altijd Hollandse pot of ook wel eens wat anders? Ja, elke vrijdag eten we wel patat. Met een kroket of een frikandel, maar... Nee, ik eet eigenlijk alleen maar Hollandse pot. Maar, en je moeder kookt altijd voor je verder? Ja, mijn moeder zit altijd in de voorkamer. Ja. En die kookt dan en die roept ons dan en dan kunnen we komen. Maar ze gaat s'avonds wel naar huis, naar de eigen huis. Nee, dit is haar eigen huis. Ja, ze woont hier ook. Ik woon bij mijn moeder, hè. Met je moeder, ja. En hoe zie je dat dan als er bijvoorbeeld een vrouw bij zou komen? Dan moet je mijn moeder vragen. Dat kan ik nou niet zeggen, hoor. Nou, je bent... Ja, nou, het gaan jullie goed. Ja, bedankt hoor. Ik vond het mooi dat je er waren. Ja, maar nou. Ik kies toch voor Caroline, hoor. Ik snap ik ook. Heel goed. Oké. Okay. Oké, okay, goed geluk, hè. Goeie reis, hè. Bedankt voor het helpen op de boerderij, hè. Nou, wel een beetje verdrietig dat ze weg was, maar wat een zeurzaak. Ja. Thuis bij de boer en kennis maken met zijn bedrijf. Dit hebben we hier al vorige week geplant, een week terug. Godver. Als jij er nou even een lekker aardbeisje op doet. En Geert, laat er geen gras over groeien. Ja. Ga naar de website en zie hoeveel zin Rianne heeft in de logeerweek bij Jan.